Een grutterij was het. Nee. Een grutterij. Ja, alleen een gasmotor. Ik denk dat die hier gestaan heeft. Ja. En er zit ook een heel fundament nog om, maar dat komen we straks wel tegen. Ja. En dan heb je een primaire as zo in het dak. Ja. Ja, je kan die gaten zien hier over van die bout. Daar werden die werktuigen mee aangedreven. Ja. Er is ook een leuk stukje geschiedenis van beschreven nog. Kun je daar ook zien? Maar het is echt vrij laat pand. En het bijzondere is dat het zo hoog was. Hè? Want we dachten eerst dat het natuurlijk een pakhuisje was. Ja. Maar het is natuurlijk, kijk, een pakhuis is altijd zo laag dat je net je hoofd niet zo. Nee. En dan ook nog 300 jaar terug. Dus nu stoot je een geitje ook. Omdat je dan boven, dan hoef je zo min mogelijk te bouwen. Maar ja. Dit is ontzettend hoog. En dat is echt omdat het een fabrieksmatig gebouwtje is. Ja. En dat is toch wel heel bijzonder. Goed beeldje erin. Leuk, hè? Hier is nog een winkluikje. Slagluik, zie je dat? Ja. Wat leuk. Maar het is ook grappig, want die vloeren zijn hartstikke smal, hè? Je hebt kans dat er nog met gewone spijkers is gedaan. Maar die gevel lijkt nog wel weer met taaie nagels. Dus dat is echt zo'n overgangs. 10 jaar later, 5 jaar later, hadden ze dit natuurlijk geheid in steen gebouwd, hè? Ja. Maar ik denk dat hout ook nog wel gunstig is als je natuurlijk met zo'n motor staat te stampen met van die riemen. Dat een stenen gebouw veel minder schade oploopt dan dat je natuurlijk een houten gebouw. Dat maakt natuurlijk allemaal niet uit als je staat te schudden en te beven, net als in een molen. Ja. En hieraan zit nog een aanbouwtje. Dat hadden we eerst helemaal niet door. Maar dit is eigenlijk gewoon nog een historisch stukje wat eruit zit. Dan kon ik die oude plaatjes ook zien. En het staat eigenlijk dan tot in deze ruimte. Oh, misschien om latten uit te steken of zo, weet ik van wat. Ja, wie weet liep hier die uitlaat of zo naar buiten. Ja, uitlaat. En daar ook misschien lucht toevoer. Ja. En hier heb je ook weer een soort open deur gezeten met ijsbalken boven, denk ik. Ja, ik zie het dus. Ja. De balken steken eruit. Het is dat je hier nog de originele getrapte weeg kunt zien. Een paar prachtige gootpinnen, maar hier ligt gewoon nog een stuk oude dakgoot op. Maar dat heeft een hele aparte blauwe kleur. Had Daniel Tidden al onderzoek naar gedaan? Maar ja, dit gelooft natuurlijk nooit iemand als je dit straks bij de herbouw er weer op schildert. Dit zie je. Mooie ijzeren gootpinnen zitten er nog in. Hier zit binnen gewoon nog die originele dakgoot. Nou, enkele jaren geleden is er een woningje in gemaakt. En dat moeten we nu al doen. Daar hebben we eigenlijk het meeste werk aan. Ik denk dat het slopen van dat woningje. En daar hebben we nog een ster van het Opdracht DVD, Tim. Het is Sam. Je zit toch wat frustratie, Sam. Ik weet niet wat er aan de hand is met je, maar ik hoor jou rammen. Joh, dat is ongelooflijk. Ja, ik weet die part vandaag. En daar heb je ook nog Tim Boot. Kijk, dit is dus de zolder. Tim moet er in de gaten houden, want die zit zo oud als je koepvoet. Hier heeft ook nog een soort dakkapel aangezeten. Dat kun je hier in de constructie nog zien aan deze ankers. En daar hebben we ook een historisch plaatje van. Dus er stond hier een soort dakkapel op, waardoor je dus het steentje kon beladen. Misschien dat ze hier wat karen hadden of silo's, waarmee je dan zo naar beneden kan stappen. Ja, het is lekker. Echt zo'n vrijdagklusje. Nou, hier kunnen we het dakbeschot nog zien. Je kunt al zien dat dit natuurlijk een vrij modern pakhuis is, of een fabriekje. Het is misschien wel zelfs machinaal geschaafd. Nou, het is wel met de hand opgeschaafd, maar het zijn allemaal al gelijke breedtes. Vrij smalle delen. Maar hier zie je wel weer dat bijvoorbeeld die kreupelen stijlen nog wel met nagels vastgespijkerd zijn. Dus het is toch wel. Ik weet niet precies hoe oud het is, maar het zal rond 1880 zo'n beetje zijn. Nou, hier kun je zien, er zit rabat op. En er hoort natuurlijk originele getrapte weegel. Hier kun je al in het prachtige ontwerp wat Daniel er al van gemaakt heeft, kun je dat op de getrapte weegel zien. Kijken hoe dicht genaaid is eigenlijk. Het zit zo wat onder 12 centimeter of zo. Het zit er ook allemaal met taaien die gevel. Die is ook nog met de hand opgeschaafd, kun je zien. En dat deden ze natuurlijk omdat het product gewoon waarschijnlijk los opgeslagen lag tegen die gevel aan. En dan mocht het natuurlijk niet naar buiten lekken. Nee. En dit is ook wel een originele opening geweest waarmee ze dat pand natuurlijk beladen hebben. Want je ziet dus ook die stijlen van het deurtje wat hier dus op de verdieping gezeten heeft. Het zit er echt tot aan het haanhout, zeg maar, erin. Kijk, boven was het wel heel laag. Want je ziet hier de sporen van de hanenbalk in. Dat
Dan kan ik zelf nog even onder doorlopen. Nou, het plan is om vandaag dus al het moderne interieur eruit te halen. En dan morgen de pannen van het dak. En maandag rust. Daar zie je ook nog de originele getrapte weeg van het einde van het gebouw. Is er nu toch die aanbouw er later aangezet of zo? Ja, weet ook wat. Ach, er staat hier een balk door. Ik weet niet dit. Ik kan wel nog de grote ankers zien. Zie je dat hier de gaten zijn? Grote ankers. Ja, die hebben daar gezeten, de grote ankers. Ja, afgezaagd en hup. Een heel kort dakvlak. Ja, zeker. Nou, moet je kijken, een prachtige stapel dakhout. Heel mooi gemaakt. Zit zelfs nog met taaie nagels vastgespijkerd. Alles genummerd. Dus kan er zo nou, Ab en Alfons die doen de rest. He? Of Bouke en Alfons doen de rest. Nou, de kap is ook hartstikke knap nog eigenlijk. Het gekke is dat die zit weer met draadnagels in elkaar. Dus dat is echt een overgangssituatie. Waarschijnlijk had ze ook die taaie nagels nog gewoon gebruikt om die gevels vast te spijkeren. Want die konden ze natuurlijk makkelijker naaien. Omdat ze konisch zijn, kun je ze natuurlijk makkelijk naaien. En een draadnagel is natuurlijk evenwijdig rond. Dus als je die in een gevel gebruikt om de planken aan elkaar te zetten. Zoals hier. Dat gaat natuurlijk niet. Hier zit eigenlijk nog een stukje buitengevel aan de binnenkant. De aanbouw die Bouke nu net gedemonteerd heeft, die was er later aangezet. Die hebben we even goed meegenomen. Die komt er ook weer aan. Kijk, hier staat Bouke met een taaie nagel. Heb jij last van een taaie nagel? Kamerlijk, vernieuw. Nou, binnen kunnen we ook nog even kijken. Er markeert eigenlijk helemaal niks aan. Grappig is dat hier zat natuurlijk een grote dakkapel op, een soort hijsdakkapel. En boven heb ik of beneden in de gevel heb ik eigenlijk de nokgording nog weer teruggevonden die hier lag, zeg maar. Hier lag in het hart de nokgording en zaten twee dakvlakjes op. En die hebben we nog weer gevonden. Nou, hier zit ook weer een gebouwtje eraan vast. Maar dat is ook weer moderner. Maar het lijkt wel alsof er wel ooit een doorgang geweest is, want hier zitten die gordingen ook weer raar. Dus. En die weegdelen die zijn ook heel raar, of het is gerecycled hoor, maar kijk hier zitten allemaal weegdelen in met lassen eraan. Dus dat is ook weer bombolle. Bijna alle spijkers uit de vloer. Alleen gaan verdienen omdat het allemaal heel korte stukjes vloer zijn. Het is natuurlijk 100 keer verdwijnen. Er is een lang veel verdienen. Ga je nog een beetje lekker bij, komt niet? De vloerbalk waarop staat, die brak net. Oh joh, dat is verschrikkelijk. Je hebt het schade gemaakt, nu hoor. Nu tijd om te omdraaien. Ja, het zijn prachtige tuinhangels. Eén vol, die bewaren we natuurlijk. We kunnen even twee in de toekomst. Weer drie, timmeren. Kijk hier. De wurmte zijn er ook. We hebben hier nog een stukje getapte weefruis. Leuk is dat het helemaal opgeschonden is. Dat is dan een stukje in de aangemaakt. En dan hebben we een de tuinhangels gemaakt. En aan de vloer zijn er heel smalle deeltjes. Het voelt wel een beetje tennis. Oh.
lachen met elkaar. Terrence is bezig met het aanbouwtje. Grappig is dat aanbouwtje eigenlijk een soort kantoor geweest. Dus de kameraden en kozijnen hebben erin gezeten. Die bint hebben wij uit elkaar gehaald. Dus dat is helemaal ook heel stukken gevel nog mee kunnen nemen. Grappig is dat hier niet. Die gaat er niet op weg. Het ligt gewoon nog helemaal naar cacao of kaneel of zo. Poeder. Nou, ik bouw er de gevel aan los. Ik probeer hem helemaal heel recht te komen. Ja, dat heb je hoor. Nou, we nemen onze vloer eruit. Omdat de aanbouw is weg. Vloer en dat kreeg men niet helemaal met elkaar op korte termijn. Wel de balken nemen natuurlijk mee. En hier zit nog een aparte kist. Waarschijnlijk ook van een maandwerktuig wat daarin uitkwam. Daar zit de verbering van de motor. Die erin gestaan heeft. Het is leuk om te onderzoeken wat voor motor het geweest is. Dus we gaan ook natuurlijk nog even goed inmeten. Ik heb wel de buiten van de verankering. En hier is denk ik, hier heeft de cilinder gezeten aan deze kant. Dat is ook een beetje ingebrand. En het vliegwiel heeft denk ik aan deze kant gezeten, waar Alfons staat. Dus even kijken. Het motorenmuseum. Tussen.
Zo, die staat voorlopig veilig. Hey Eduardo. Daar zitten ze hoor, de mannen. Het zonnetje. Bij elkaar. En dat zijn de verbinding, de ankers. Waren daar draad in of zo? Wat was dat? Ja, dat is gewoon ingemetseld. Er zat draad aan de bovenkant. En het was op 4 punten. Hier zitten er nog 2. Dus we gaan dat heel precies opmeten. En nou zitten ze wel schuin erin. Want dat is natuurlijk leuk om eventueel erachter te komen welk type motor er exact in gezeten heeft. Ja. En ik denk dat dit de vliegwielzijde is geweest. Dus had je hier het frame, zeg maar, het subframe van die motor en de cilinder hing aan de voorkant, een horizontaal lopende motor. En hier had je dus een enkel of een dubbel vliegwiel met een aandrijfpoep. Ja, ja. En wat is dat? Daarom is het hier allemaal zo vet en zwart, hier wordt hij natuurlijk warm. Ja, en wat is dit? Nou, dat is denk ik, heeft er of een koppel kantsteen of een koppel maalsteen opgestaan, horizontaal. Oh, weet je, een soort doodbed. In de huisman hebben we dat ook zo gemetseld met muren. Ja, maar zo'n doodbed. Ja, een doodbed is rond. Ja, dat begrijp ik. Ze deden het vaak ook zo, want dan timmerde dus gewoon de vloer eroverheen en dan kon je dat koppelstenen opstellen op de vloer. Ja, ja. Dus dit is in plaats van een doodbed. Ja, ja. Ja, dat deden ze ook heel leuk. En die hebben natuurlijk niet stukken hele schade. Nee. En hoe oud is dit? Het hout zal wel eerst dat die fundering, want ja, hier gaan we wat. Ik moet wel iets gereedschap hebben, hè? Ja, een houten duimstok, jarenlang niet gehad, maar mijn kunststoffen die was ik kwijt. Dan heb ik er nog eentje in mijn bureau aan. Ja, een liplas met de stoot. Ja. Bij allebei, hier ook. Ja, dus wat dat betreft. Ik had het geweest zijn om brand. Kijk, want het heeft al een keer in de brand gestaan, lijkt me. Ja, precies. Dat, ja. Ja, zand in een motor, dat is natuurlijk killing voor de slijtage. Maar toch ligt hier een hele laag schoon zand. Ja. Het kan natuurlijk zijn dat dat gewoon om het vuur eventueel te doven of als er vonken uitkomen of zo. Ja. En de uitlaat die moet natuurlijk ook ergens gezeten hebben. Ja, of dat hij toch omhoog ging of zo, maar het heeft in de brand gestaan. Ja, dat zie ik. En nou ben je me wel aan het natekenen, die fundatie. Ja. Dat is lekker de spanning aan voor je. En dat is zo'n lipmas. Al hout is mooi, dat is een omslagbalkje. En dat ziet er prachtig uit. Poertjes ook meenemen. Dan gaan ze opgraven. Zit er een pelsteen onder? Er stond ook al in dat verslagje dat het op mandsteen gebouwd was. Wat is dat, een bal? Ja, hierbij.